Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar bewolking heeft tot dit moment de overhand. Er valt verspreid ook nog regen of motregen. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten uit wel opknappen. De bewolking gaat geleidelijk aan breken, de zon breekt dan door en ook de regen trekt geleidelijk aan weg. Het zal in Limburg waarschijnlijk nog wel duren tot in de middag voordat ook daar de laatste regen is weggetrokken. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar zo'n 18 tot 20 graden. Er waait de meest matige wind die gelijk uiteindelijk aan draait van het zuidwesten naar het noordwesten tot noorden. Vanavond gaat de wind dan verder afnemen. En vooral in het binnenland klaart het flink op. En de temperatuur gaat dan ook snel omlaag. Komende nacht uiteindelijk een minimum tussen de 8 graden aan de kust en lokaal 3 graden in het binnenland. Morgen overdag stijgt de temperatuur dan weer naar 18 tot 20 graden. De zon schijnt flink, het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind. En die is veranderlijk van richting. Ook op zondag behoorlijk veel zonneschijn. Dan 20 tot maar liefst 24 graden bij een zwakke tot matige. Westelijke wind. Op de maandag een klein beetje regen, ook wel wat zon. Op dinsdag een enkele bui, maar ook geregeld zon. En dan een middagtemperatuur tussen de 16 en 18 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.